Op het neutrale terrein van SEF in Leidschendam moet BSC 68 nog één horde zien te nemen om degradatie uit de derde klasse te voorkomen. En de tegenstander FC Oegstgeest kan juist de omgekeerde weg bewandelen. Nog één keertje winnen en dan promoveert die club vanuit de vierde naar de derde klasse. En voor hem, Kenneth Sushit, de trainer van BSC 68, is het zijn laatste wedstrijd. Want na vier seizoenen Benthuizen wordt hij volgend seizoen de trainer van SEF. Inderdaad, de accommodatie en de club waar deze wedstrijd wordt gespeeld. Oegstgeest met de hoekschop. En het is dat daar een speler van BSC bij de doelpaal staat. De eerste gevaarlijke momenten zijn voor Oegstgeest. Dus hier op voorsprong komt. Daniel van Vliet kopt hem binnen. En na vier minuten staat BSC 68 al met 1-0 achter. De hoekschop die wordt getrapt met links een indraaiende bal. En Verhoef, de keeper van BSC, tast volledig mis. En Van Vliet maakt er 1-0 van. Druiter. Balverlies. En er moet opgepast worden voor de omschakeling van Oegstgeest. Daar is de ploeg ontzettend sterk in. Van Bommel. Van Bommel. 2-0. Halverwege de eerste helft. En dan ziet het er heel erg slecht uit voor BSC. Want het is een finale. Het gaat over één wedstrijd. En als je verliest, dan ben je gewoon gedegradeerd. Ook al heb je van de laatste 8 wedstrijden er 7 gewonnen. En zelfs de keeper van Oegstgeest komt het feestje meevieren. Dat is Peter Messenmaker. Bekend geworden in Katwijk. In het top van het amateurvoetbal. De laatste jaren spelend voor FC Oegstgeest. Het is zijn laatste wedstrijd, want hij stopt er na dit seizoen mee. Vrije trap voor de Benthuizenaren. Boor. Boor. 2-1. Opslag van rust. En dat is lekker. En belangrijk. De aansluitingstreffer is gemaakt. De vrije trap richting de tweede paal. Teruggekopt. En in twee instanties Remco Boor. En dan staat het 2-1. En kijk ook die ontlading bij BSC 68. Paulet. Boormans. Gaat naar Katwijk toe. Schot vanaf de tweede lijn. Valt zomaar binnen. 3-1 voor Oegstgeest. In de blessuretijd van de eerste helft. Rens van der Spek. Je zou toch denken, die mag er niet in. Dat schot mag natuurlijk nooit gelost worden. En ook de keeper gaat niet naar de grond toe. 3-1. En dan is de marge weer 2. En dan wordt het ontzettend lastig voor BSC. Je moet er 3-2 komen. Van den Berg! En dan glijdt er eentje van Oegstgeest in. En dan mist Van den Berg deze levensgrote kans. Dit moet de 3-2 zijn natuurlijk. Ook nog in de blessuretijd van de eerste helft, maar hij mist. Goessens in de tweede helft kopt over. Eerstejaars A-junior pas. Het talent van BSC 68. Wil scouts op de tribune voor hem. Maar hij kiest ervoor om nog een jaar bij BSC te blijven. Sterker nog, hij gaat volgend seizoen gewoon nog een jaartje in A1 voetballen. Deze vrije trap van Dijkhuizen wordt uit de kruising getikt. Alles of niets gaat BSC spelen. En dat betekent dus ook dat er ruimte gaat ontstaan voor Oegstgeest om de nekslag toe te dienen. Wat heet? Het is Abel Boormans die er 4-1 van maakt met nog 12 minuten te spelen. En hij velt het vonnis over BSC 68. Want de Benthuizenaren gaan degraderen. Vanuit de derde klasse naar de vierde klasse toe. Ook al eindigt Oegstgeest de wedstrijd met 9 man. Omdat er nog 2 rode kaarten vallen. Omdat 2 spelers van Oegstgeest 2 keer geel krijgen. Het doet er niet toe. Oegstgeest viert feest. Vorig seizoen moesten ze eigenlijk al promoveren van zichzelf. Toen lukte het niet. Maar in herkansing wel. Oegstgeest is volgend seizoen derde klasser. En BSC 68 vierde klasser. Als je vandaag mocht degraderen, ja, dan degradeer je niet om een wedstrijd van vandaag. Sterker nog, een wedstrijd als vandaag kan je eigenlijk een groot gedeelte, het hele seizoen, mee goedmaken. Maar dat wordt dan heel erg risicovol om dat op één wedstrijd op te laten afhangen.
Dus ja, het is een donkere dag, omdat de dag van vandaag als degradatiedag staat. En dat heeft de groep niet verdiend, maar het gebeurt wel. En dat is over het hele seizoen gezien. Hebben we te laat ingezet. Je degradeert eigenlijk in de maanden, wat zal het zijn, september tot en met maart. Daarna heb je echt goede wedstrijden gespeeld, veel gescoord. Zo had je het hele seizoen kunnen voetballen. En dat, ja, daar ligt het aan. Hoe trof je het de jongens aan in de kleedkamer? Ja, aangeslagen. Zwijgzaam. Ja, natuurlijk aangeslagen. Tuurlijk. Het zijn vooral de jongens die stoppen. Die willen niet zo afsluiten natuurlijk. Kijk, ik ga volgend jaar door. En ja, tuurlijk, het is nooit leuk om te degraderen. Maar ik ga door. Ik heb volgend jaar er nog wat aan doen om gewoon zo snel mogelijk die derde klasse weer in te gaan. En jongens die nu ermee stoppen, ja, die zijn wel aangeslagen. Ja.